Hoi, ik dacht ik stel ook nog even de praktijk aan je voor. Daar zit ik nu ook. Dus dit is de praktijk van Kikan Coaching. En ik ben dat gestart omdat ik een enorme drive voel om mensen te inspireren, te begeleiden bij het lichter leven. En met lichter leven bedoel ik dat je voelt dat je leven bij je past. Dat je het zo hebt ingericht dat jij helemaal jezelf kan zijn en je bezig kan houden met de dingen die jij van nature heel goed kan. Dus, en dat je de dingen ook doet waar je energie van krijgt en die jij belangrijk vindt. En als je leven op die manier is ingericht, dan ervaar je veel meer ruimte. Want dan voelt het niet dingen als een druk of moeten, maar dan klopt het gewoon. En die ruimte die je dan ook weer kan inzetten, zeg maar, voor andere of voor leuke dingen of inspiratie of zo, dat maakt het leven allemaal veel leuker en lichter. Nou, dat is wat ik zelf iedereen gun. En ik zie heel veel mensen bij mij in de praktijk die super getalenteerd, leuk, aardig, sympathiek, warm, intelligent, creatief enzovoort zijn. Maar die, en die het leven eigenlijk best wel op orde hebben, maar die dat niet zo ervaren. Die echt voelen alsof het ergens niet klopt, of dat ze vastlopen, of dat elementen er wel zijn, maar dat ze de manier waarop ze ermee omgaan of zo gewoon moeilijk voelt. Ze missen soms vertrouwen, ze voelen stress. Ja, ik snap het helemaal, weet je. Ik snap helemaal hoe het kan ontstaan, maar het is tegelijkertijd zo zonde. En ik ben daarom super dankbaar dat ik dit beroep heb gevonden en deze onderneming ben gestart. Om mensen ook die tools aan te reiken en met hen op zoek te gaan naar hoe je het leven lichter kan ervaren. En dat is voor iedereen anders, hè? Dus daarom bied ik ook altijd persoonlijke coaching aan. Want wat voor jou werkt, werkt voor een ander niet. En ik vertrouw erop dat jij eigenlijk zelf alles wel weet. Jij hebt het in je. Jij weet wat je belangrijk vindt. Jij weet wat je goed kan. Jij weet waar je energie van krijgt. Jij weet waar je zin in hebt. Jij weet ook wat je valkuilen zijn. Misschien weet je nog niet hoe je die moet voorkomen. Maar ook dat, de beste manier, zit ook in jou. En het is aan mij om jou daarbij te helpen om dat helderder te krijgen. Om dat naar boven te krijgen. En dat is echt super inspirerend en leuk voor mij om te doen. Want ik leer ook weer van iedereen die tegenover mij zit. Maar het is ook heel fijn dat ik hen weer kan leren om er echt gebruik van te maken van wat er al in zit. En daar ook de ruimte voor in te nemen. En dat gaat zeker dan niet ten koste van anderen. Daar ben ik van overtuigd. Want daarmee, hoe meer jij goed in je vel zit en je lichter voelt, hoe meer je ook te geven hebt en hoe meer je ook een positieve impact kan maken met de mensen, ja, op andere mensen. Dus superleuk dat ik dat kan doen met deze praktijk. En gelukkig heb ik ook al heel veel mensen daarmee kunnen helpen die allemaal lichter de praktijk verlaten dan dat ze binnenkomen. Heerlijk. Als je ook denkt dat ik voor jou iets zou kunnen betekenen, als jij het gevoel hebt dat je vastloopt of op bepaalde punten in elk geval wel wat steun of tools kan gebruiken, laat het me dan weten. Ik beantwoord graag je vragen over wat voor soort programma bij jou zou passen. Want ik bied verschillende programma's aan. Of ook gewoon soms tijdelijke, losse sessies. Om, als je even in een bepaalde fase misschien wat extra reflectie of steun kan gebruiken. Maar er zit altijd wel een programma tussen wat bij jou past, denk ik. Maar samen ga ik daar graag met jou in gesprek over. En dan hoop ik, als je nu nog steeds kijkt, dat ik jou snel een keer ontmoet. Oké, fijne dag!